Als het allemaal nog bestaat, als ik nog besta, de EO bestaat nog, dan gaan we gewoon door. Zie jij, dat vind ik zo mooi van Bert. Ik denk inderdaad niet. Ja, nee, echt. Heel goed, heel goed. Een trouwe hond ben je. Ja. Ik denk inderdaad niet dat die relatie met jou en de EO heel snel... Uit het gaat. Maar daarentegen is het moment daar aangebroken. Buitengeluiden! We hebben alleen één klein probleem. Het is aardedonker buiten, want de lantaarns zijn uitgevallen. Maar we hebben geluid. Nee, oh nee, er zijn twee anders te houden. Wordt bijgelicht gewoon. Bert, het is zover. Het moment. Je mag iets zinloos kapot maken. Je mag iets gewoon uit het raam gooien. Mag ik alles wat ik wil? Ja. Nou ja. Alles goede komt van boven, in dit geval te hebben. We hebben namelijk, wat hebben we eigenlijk? We hebben een oude, het lijkt op een soort oude ergo, maar het is een soort straalverwarmingskacheltje. Een komber. Komber? Ja. Komber. Wat is een komber, jongens? Een straalverwarming, er zit toch gewoon luidspreker aan? Nou, ik geloof net dat, ik hoor net dat er luidspreker is. Dit mag uit het raam. Dit mag uit het raam gooien. Dus een plichtpleging die ik mag doen nu? Ja. We moeten wel eerst eventjes bellen met de beveiliging. Ja, en die weten dan ook dat we dat doen. Ik heb gehoord dat Jean-Paul op vakantie is trouwens. Wat? Ja. Jean-Paul? Ja. Ik zit al helemaal klaar. Je auto staat hieronder, Bert. Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul. Even wachten op Bert, hè, want we moeten eerst even bellen met de beveiliging. NPO Receptie, met Monique. Monique! Ja, wij zijn het. Hoi. Je denkt, we komen niet meer. Freak. Nou, ik begon wel te denken, ja, van wordt er nog wat gegooid of niet? We hebben trouwens een nieuwe balie, die zit naast de ingang. Je bent dus sneller buiten. Je bent sneller buiten. En je kan ook even een monoloog hebben in stereo met degene achter de balie, als je binnenkomt. Dat is waar, ja. Dat is leuk. Ik vind het heel erg gezellig. En een stukje warmte, menselijke warmte. Vond je dat ook niet, Monique? Ja, helemaal. Stuk gezelliger. Ja, vond ik ook. Wel lekker. Heel goed. Hoe prettig. We gaan lekker maar naar buiten gaan, hoor. Ja, gaan we even naar buiten. Even lekker naar buiten. We gaan iets uit het raam gooien. Het is een, een soort van speaker. Een soort speaker is het. Een speaker. Ah, oké. Nou, ik ben onderweg naar buiten. Je zal het examens nooit halen, denk ik. Dus je mag afkijken. Het is een speaker. Oh, het is alweer. Nou, spannend. Ja, heel even, eerst krijgen we een gilletje van Monique. Een klein gilletje. Een klein gilletje. En, maar waarschijnlijk omdat ze iets ziet wat niet hoort. Oh god, een erectie. Weet je, dan ga je geloof ik geloof dat ik een erectie. Ja. Ah, oh, zie je, dat is een gilletje. Oh, daar, dat is een duidelijke. Bert, ga je gang. Bert, leef je uit. 1. 2. 3. Ja? 3. Ja, hoor. 2. Oh! Oh! Mooi. Ja, hoe echt voelt dat nou? Destructief. Maar altijd al een keer willen doen? Zo. Is er ooit iets, heb je ooit wel eens gedacht van, ik wil iets uit het raam gooien, maar de situatie is niet naar? Absoluut. Ja, computers. Als dat niet werkt. Oh ja, ja. Computers. Absoluut. Als iets niet werkt, dan moet je toch ermee smijten. Als iets niet werkt, mag het uit het raam. Ik zie je. Chippen. Mag het? Ja. Dat gezicht van Ben. Nee. Toch houden we van je. Er is nog zoveel voor om te leven. Zoals bier brengen aan ons. Wij zijn denk ik aan een prachtig einde gekomen van een prachtige aflevering van Extra Weekend. Nou, we hebben alle plichtplegingen gedaan als het gaat over vertellen wanneer je programma's zijn. Het boek is ook uit. Het familie-idee. Wij kunnen met trots in de winkel, bol.com enzovoort. Een gepast afscheid nemen van Bert van Leeuwen! Held gezien. Ja, mooi hè. Het is elke week inderdaad alsof je voor een hele grote 3D-televisie zit. Ja, maar echt, Bert zie ik al vanaf, vanaf mijn zesde of zo op televisie. En volgende week zoals jullie graag willen tieten. Hebben we tieten volgende week? Maar er komt ook een vrouw bij, of niet? Ja, of we het op een schaal worden binnen gaan dragen. Dat is toch raar. En zometeen na 10 een heel bijzonder radioprogramma. Het is namelijk een feestje. Want onze vriend Rob Stenders. Onze held. Onze held onze Rob Stenders. Onze goeroe. Onze goeroe zit vandaag 25 jaar in het vak. Och, man. Ik weet nog heel goed de eerste uitvinding van Rob Stenders. In Steno. In Steno. Met uitgegeven door... Heel lang geleden. Ja, de jaarafsluiting van Citroën kan erg happy voor u uitpakken. Want op de Citroën C3 krijgt u nu €1600 korting op alle benzinemodellen uit voorraad. En een selectie van modellen is voorzien van lichtmetalen velgen, parkeersensoren en Bluetooth met een voordeel van €1500. Samen is